otra vez. Aquí la tengo otra vez. Diciendo que quiero otra vez. Goedemorgen. Het is niet zo heel lekker weer vandaag. Dus het is niet echt een goede morgen, want het regent een beetje. Het drupt. Maar dat maakt ook niet uit. Wij zijn in de studio. Want er komen vandaag nieuwe gasten. Dus we gaan alles weer schoonmaken. Opruimen. Toilet. Douche. Bed afhalen. Nieuwe erop doen. Zodat we straks weer onze lieve gasten kunnen ontvangen. Die kunnen genieten van het mooie uitzicht. En hopelijk ook lekker weer in Poloppos. Ja, spelen af en toe voor kamermeisje. Hè? Ja, dat ook nog. Komt er ook nog allemaal bij. Laatste finishing in touch. Wordt aangebracht. De laatste finishing in touch. Finishing touch. Ja. Hier hebben we alles al opgeruimd. Schoongemaakt. Nou, dit ziet er toch wel heel erg gezellig uit, of niet dan? Ta-da-ta-da. De wc's weer schoon, douche schoon, alles schoon, boeken schoon. Zo, de lampje schoon. En de lampen schoon. Kijk eens hoe netjes. Dus laat de gasten maar komen, denk ik. Ja, zeker weten. Dan kunnen ze weer een plezierig verblijf bij ons hebben, toch? Zeker weten. En inmiddels is de zon ook alweer gaan schijnen. Het is helemaal bijgetrokken. Kunnen ze straks ook weer lekker zitten onder de druivendrank. Druivendrank. En ze komen er zo aan, hè? Prachtig mooi weer. En ze komen er inderdaad zo aan. Demi en ik hebben heel veel boodschappen besteld, zoals jullie kunnen zien. Helemaal vol. En we hebben even gebeld Deem, of de jongens kunnen komen. Want het zit zo vol. Er zijn geen sjouwezels. Nee. Dus we gaan echt niet elke keer alleen maar altijd. Nu al de laatste weken doen we dat al. Alleen met die boodschappen lopen sjouwen. Want hun eten ook die boodschappen. En de bijen zijn een stuk sterker. En we kunnen beter even met z'n vieren lopen. Want dan hoeven we niet zo vaak te lopen. Want anders moeten wij 2 keer zoveel lopen. Ook dat. Maar ik bedoel, het is me nogal een gewicht al die boodschappen mee te nemen naar boven. Overal dat drinken. Ja. En we hebben even de laptop, die zit hier weer in. Die hebben we eventjes gebracht naar een, elektriciteitswinkel. Elektronica. Elektronica winkel. Ja. Even gevraagd voor een nieuwe batterij, want we moeten natuurlijk veel vloggen, veel editen. En de batterij is niet meer helemaal goed. Dus we hebben hem gebracht en hij heeft een nieuwe batterij besteld. Dus die kunnen we van de week... Ja, kost €90. Dus dat hakt er ook weer in. Maar dat maakt niet uit. Alles komt goed. Alles gaan we weer maken. En dan kunnen we er voor heel lang tegenaan. Ja. En nu wachten we eventjes op die sterke armen die eraan gaan komen. Toch? Ja. Terwijl wij staan te wachten is Brian aan het metselen. How are you in Poloppos? I'm okay. I'll keep him busy. You're making a new apartment for your son? Yeah. That's not... Maybe. Oh, his mother says maybe. Okay. Ja! Daar komt de sterke hulp aan. Duurt even, maar heb je wat? We hebben eten. Zegt u? Jullie hebben lekker eten. Wij hebben van alles meegenomen. Zei je nou u tegen mij? Ik zei niks. Zegt u? Zei ik u? Ja. Oh, echt? Daniel, zei ik dat echt? Nolo C. Nolo C. Oh. En hij gaat een auto bestellen. Ja. En die komt over 3 dagen, dus we kunnen hem wegbrengen en dan maakt hij hem dezelfde ochtend nog. Oh, cool. Ter plek. Goed, hè? Ja, super geregeld. Beter dit dragen. Toppie. Jesse in. Ik moet gelijk de wasmiddel ook meenemen. Ja, zit er achterin ook nog? Ja. Was die vast? Nee, is voor mee te nemen naar Nederland. Is besteld. Is alles op slot, hè? Nee, ik doe maar even dit. Gaat het of moeten we helpen? Ja, ik weet niet waar je mee wil helpen. Oh, ik dacht misschien met douwen. En dan was er weer reis op de trein, hè? Zo. Dank jullie wel, mannen. Ja, dank jullie wel voor het boodschappen. Alles is weer ingeladen en uitgepakt en in de kastjes gestopt. En nu is het tijd voor een vreubelmiddagje. Ik heb mijn kist erbij gepakt. Dan denk je, mijn hemel, wat een zooi allemaal. Maar dit zijn allemaal nagelspullen. Want dit ziet er natuurlijk niet uit. 1 nagel lang, andere nagel kort. Geen gezicht. En omdat we natuurlijk naar Nederland gaan, vind ik het wel leuk om een beetje verzorgde lange nagels te hebben. En dat hebben Elisa en ik eerder ook altijd gedaan. Elisa die is nu naar boven naar Paco. Dus ik ga alvast mijn eigen nagels doen.
Want we kunnen niet, sowieso niet allebei de nagels tegelijkertijd doen. Ik heb van alles. Ik zal even kijken. Ik heb hier een potje met poeder. Zo'n lang tijd geleden dat we dat hebben gebruikt. Met poeder. Dan heb ik allemaal lakjes erbij. Wat ik moet lakken. Want dit is eigenlijk niet zoals een acryl of als een gel. Dit is anders wat het precies is. Dat weet ik niet. Maar je lakt eigenlijk je nagel. Dan dip je hem erin. En dan heb je een soort acryllaagje. Ik heb ook nog tips erbij voor als je langere nagels wil. Ook hebben we voor de naderop nog allemaal eventueel lakjes. En ik vind het altijd leuk, en dat heb ik al sinds Nederland dat ik dat doe. Zet ik de laptop erbij. En dan kijk ik iets. Vaak is het Wie is de Mol, Beste Zangers, Hollands, The Voice of Holland. Dat soort dingetjes. Zodat je niet echt hoeft op te letten per se. Maar wel gewoon lekker kan luisteren. Dus ik ga beginnen met mijn nagels. Dit is before. En dan laat ik je zo even de after zien. Maar ik heb het allemaal erop zitten. Het ziet er nu zo uit. Het moet nog eventjes glad worden. Dus ik heb de lamp neergezet. Dan doe ik eventjes mijn nagels lakken. Dan kan het onder de lamp. En dan glimmen ze weer. En dan laat ik zo zien hoe het is geworden. Ziet er weer netjes uit? Ik nog niet. Jij nog niet, maar je bent wel terug uit huis, Lino. Ja, gelukkig wel. We moeten weer allerlei dingen regelen. Weer stervensdruk. En misschien iemand die het huis wil huren in Alphenon. Oh ja, in Alphenon. Ik plaats de vlog daarvan nog eventjes hier of hierboven. Kan je eventjes op klikken en dan kan je het huis zien in Alphenon. En ik heb een hele leuke jonge man ontmoet. Oh. Die woont hier met zijn moeder in Cadia. Ja. En die hebben een hele leuk Casa Rural. Ja. En daar gaan we een keer naartoe om eventjes een vlog op te nemen voor Nederlandse ondernemers. Oh, hij is Nederlands. Hij is Nederlands. Oh, wat leuk. Was hij bovenaast Lino? Hij was bovenaast Lino, die heb ik ontmoet. En daar gaan we een keer eventjes heen en dan laten we alles zien in de vlog. Ja. Casa Rural kunnen mensen ook op een gegeven moment. Cadia is natuurlijk 45 minuten hier vandaan. Ja. Dus ik zeg tegen hem en hij wist alles van ons. Ja, leuk hè? Super leuk. Grappig. Dus, leuk. Nou, dan gaan we daar een keer kijken. Ja, heel erg leuk. Het was super leuk daar. We hebben heel veel mensen leren kennen. Dus weer een hele vruchtbare middag. Lekker gegeten even met Conchie. Ook nog. Nou, gezellig. Dus ik moest je de groeten doen. Ze mist je. En ze zegt, ze komt toch nog wel even langs voordat ze naar Nederland gaat. Want tuurlijk. Want niet zomaar weg. Nee, dat doen we niet. Dat doen we niet. En ik ga nog even wat leuks laten zien. Want het is een lange tijd geleden. Ik loop eventjes daarvoor naar buiten. Maar er is hier iemand aan het sporten. Na lange tijd in zijn eigen gym. En hier is ook weer iemand druk bezig. Hey! Laatste dingetjes van stroom afmaken. Of lasklemmetjes. Kan ik erop lopen op de vloer? Ja, tuurlijk. Hey. Heb je lasklemmetjes gedaan? Oh joh. Zo. Die. Professional. Heb je genoeg? Ja, meer dan zat eigenlijk. Netjes. Okay. Beter te veel als te weinig, hè? Ja, dat wel. Ja. Ik zag het helemaal verder. Netjes. Anders moet ik daar gewonnen. Het is nu nog alleen de laatste. Goed gedaan. Ja, toch? Kijk eens even hoe mooi deze nieuwe nagels bij de mooie vloer staan. Daar is iemand hard aan het
gymmen. Het is lang geleden, zijn eigen sportschool. Hij heeft geen zin om naar beneden te gaan, dus dan kan hij mooi hier sporten. En zoals jullie kunnen zien is het best wel lekker weer hier nog. Het is wel een beetje bewolkt geweest vandaag en daar gaat de zon alweer een klein beetje onder, lijkt wel. En vonden jullie dit nou natuurlijk een leuke video? Doe dan even een blauw duimpje. Vergeet natuurlijk niet te abonneren. En dan zien we jullie morgen weer. Toedel!